ga ik het hebben over de meest voor de hand liggende persoon van de afgelopen week. De man die zo gek op aandacht is dat hij een gat in zijn witte puntmuts zou knippen zodat je hem herkent aan zijn snor. De man die zijn sigaren vaak aansteekt met een brandend kruis. Niet dat hij echt een clanlid is hoor, maar op zijn leeftijd wordt plassen gewoon een stuk pijnlijker. Hij vond namelijk dat Haptouma de Hoop niks over de Friese taal mocht zeggen wegen zijn Afrikaanse uiterlijk. Toch vond hij dat zelf niet racistisch. Maar goed, hij vond ook apartheid niet racistisch, want het gold ook voor witte mensen. Iedereen kan een keer een ongelukkige opmerking maken. Maar als je dat keer op keer doet, dan is je excuus dat je het niet zo bedoelde compleet ongeloofwaardig. Dus als hij na weer een foute opmerking zegt dat het een grap was of het anders bedoelde, dan lult hij uit zijn nek. En dat moet ik wel, want anders hangt zijn snor ervoor. Ik snap sowieso niet waarom hij iets tegen zwarte mensen heeft. Ik bedoel, zij zien er van buiten uit zoals zijn longen van binnen. En ik wilde het er eigenlijk helemaal niet over hebben. Liever had ik het vandaag over de BBB. Die blokkeerde de verhoging van het minimumloon en de AOW en trapte daarmee de B van Burger uit BBB diep de mestput in. En ik gun die pratende verhuisdeken en zijn borrelpraatprogramma de aandacht ook helemaal niet. Maar nog minder gun ik het onszelf dat we die oprisping uit de onderbuik accepteren alsof het een natuurwet is. Iets wat erbij hoort, dankzij die late night DVD, de wereld discrimineert door. Het is elk jaar hetzelfde racistische vrouw, homo of transpersoon onvriendelijk liedje. Het is inmiddels een soort kinderen voor kinderen, maar dan onwijs rechts en oerconservatief. Help, 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 islamieten. Dat zou die zingen. Je kan er de klok op je tv op gelijk zetten. Tegen het einde van het seizoen schotelt de redactie hun presentator, een vleesgeworden pot augurken met zo'n harig laagje erop, een filmpje voor waarvan ze weten dat hij erop aanslaat. Hij roept iets loms, claimt dat het een grap was, de kijkcijfers pieken en het contract voor het volgende seizoen wordt getekend en het gaat door zoals altijd. Eat get on. De pratende haarbal krijgt er geld bij, de advertenties worden duurder verkocht en er verandert niks. Of nou ja, bijna niks. Het enige wat er verandert is dat er weer meer mensen zijn die openlijk racisme en seksisme normaal vinden. Want ja, op tv zeggen ze het ook. En in de Tweede Kamer, en op het werk, en in de kroeg, verjaardagen langs het voetbalveld. Die gecreëerde ophef is een marketingtruc. Net zoals het geruzie van de broertjes Gallagher volgens mij een marketingtruc is. En bij elke uithaal van de een naar de ander is er de vraag, komt die reunie nu wel of niet? En door elke pissige tweet stijgt de ticketprijs een pond. Er bestaat zoiets als de Popper-paradox. En die naam hoef je niet te onthouden, die komt niet op het examen. Die paradox stelt dat tolerantie een grens heeft. Wanneer je niet-tolerante groepen tolereert, dan nemen zij het uiteindelijk over en zullen een einde maken aan tolerantie in het algemeen. Specifieker, als we blijven vinden dat je mag zeggen dat mensen op basis van hun huidskleur niet mee mogen praten over bepaalde onderwerpen, leidt dat er uiteindelijk toe dat er helemaal niet meer mag worden meegesproken door mensen van kleur. Of door vrouwen. Of mensen uit de LHBTQI-gemeenschap. Of mensen die liever Foo Fighters horen dan Fleming. Je mag zeggen wat je wilt en dat is een groot recht. Maar we hebben dus ook het recht om ons uit te spreken tegen racisme, seksisme of andere vormen van haat. En dat zal ik blijven doen. Ook al wilde ik het liever hebben over de boerenbedrogbeweging. Kink. Kink op de week.